Hoi, in deze video ga ik fruit en vla met extra maken. Ik heb alvast producten neergezet en de spulletjes, dus ik ben er klaar voor. Als allereerst ga ik mijn handen wassen en dan afdrogen. En ten tweede ga ik beginnen. En ik heb echt alvast zin in. Vinden jullie deze video leuk? Alvast druk op like en abonneer op mij. En dan wens ik voor jullie alvast heel veel kijkplezier. Het allereerst ga je fruit schillen en daarna leg je op de bord neer en dan ben je klaar. Maar dit is een keukenmes en die ga ik openmaken. Hij is klaar. Duimpje omhoog. Nadat je klaar bent, zet je deze bord andere kant neer. En dan heb je andere spulletjes nodig. En dan gaan we nu naar Flaflip in dit kleine schaaltjes maken. Altijd beginnen met limonade, siroop, aardbei. Die zijn onwijs lekker. Dus altijd op de laagste beginnen. Dat gaat jongen. Zo ongeveer. Niet te veel. Daarna toevoeg je magere yoghurt, nu % vet. Daar gaat hij jongens. En daarna heb je vanillevla nodig om te gaan toevoegen in de kleine schaaltjes. En dan heb je complete alle vier met Flaflip. Vervolgens zie ik dat het nog niet compleet mooi is, dus we moeten nog wat gaan toevoegen. De volgende stap zijn fruiten. Die leg ik op de Flaflip neer. Eerst banaan, daarna peer en dan appel en tenslotte sinaasappel. Oeps, eentje is vast gegaan, maar we gaan gewoon verder. Zo te zien is dit nog niet compleet. We moeten nog mooi verseren. We gaan wat erbij toevoegen. Wat zou ik gaan toevoegen? Slagroom. Weet je, ik vind dit jammer, want het is niet goed gegaan. Ik heb een bord bij me. Weet je jongens, we doen het op andere manier doen. Kijk, we doen het zo. En daarna toevoeg je fruit erin. Oh, ziet er wel lekker uit. En vervolgens ga je wat slagroom erop. Daarna ga je wat lekkers toevoegen, is dit. Daar komt ie. Oh, nog lekkerder. En daarna ga je dit toevoegen. Dit is compleet, maar dan nog iets ga ik erbij wat toevoegen. Nieuw idee. En het wordt onwijs leuk jongens. Het allereerst heb je fruit. Die doe je in kleine schaaltjes. Dat wordt fantastisch. En vervolgens toevoeg je bij slagroom. Dat is verrassing. Limonade. In onder fruit toevoegen. Heb ik nog nooit gedaan, maar dat ga ik zo meteen testen. En slagroom erbij. En de andere doe ik chocolade, want dat ga ik nog zo meteen proeven of het lekker is. Ik heb nog nooit gedaan. En dan slagroom erop. Dit is wat een cakeje. En dan heb je dit ook nog. Zeker decoratie nodig.
nog leuke. Hier is een klein beetje druppelaar. En hier, het is een topping. Kijk nou eens aan jongens, hij is klaar. Ik neem jullie kijkje inzoomen. Het allerlaatst heb ik een bitter koekjes. En die ga ik ook erbij toevoegen, want ik vind dit ook lekker sowieso. Het ziet er goed uit. Ik heb foto gemaakt en ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Dus ik ga een proefje nemen die ik zelf heb gemaakt. Allereerst ga ik deze proberen. Daar gaat ie. Sinaasappel zoet. Lekker. Deze is geslaagd. Gelukt. De volgende is nog een klein zoutje. Daar gaat hij jongens. Als ik niet lekker vind, dan spuug ik uit. En dan is het jammer. Maar dat geeft niet, dan maak ik volgende keer wat beter. Deze vind ik allerlekkerste. I love this. En nu is dit aan de beurt. Daar gaat die jongens. Uitstekend. Lekker hoor. Nou, dit is al duidelijk. De middelste op de top is de lekkerste. En daar geef ik applausje dat het gelukt is, gecreëerd. Dat moeten jullie ook eens een keertje gaan proberen. Nou, gaan we dit aan de slag. Oh boy. Die bitterkoekjes hou ik niet van. Ze waren allemaal lekker, maar die bitterkoekjes vind ik niet zo lekker meer. Gisteren, ja, nog wel, maar vandaag niet. Jongens, mijn missie is voltooid. En tenslotte heb ik allerlaatste is fruiten. En die zijn onwijs gezond. Dacht we gaan verder. Hij is verrukkelijk en ik ben niet misselijk. Ik ben er klaar. Ik ga nu opruimen en dan ga ik afsluiten. Dus tenslotte bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei allemaal!